stad is een veld van netwerken, gelaten netwerken, waarbij de hoogste schaal het globaal is en de meest concrete schaal het lokaal is. Dus de stad zit tussen het lokale en het globale. En in de tijd dat alles gedigitaliseerd is, en dat is pas sinds 30 jaar, is die stad dus uitgegroeid naar iets wat helemaal verankerd is met de wereld. Dat betekent in feite dat de openbare ruimte, zoals we dat vroeger kenden in de kunst, dat die openbare ruimte ook gelaagd is geworden. En dat betekent voor de kunstenaar dat hij zich op vele manieren tot die openbare ruimte kan verhouden. De kunst is niet meer uitsluitend te vinden in het museum, of in een studio, of in een galerie. Op dit moment is eigenlijk de hele openbare ruimte is vervuld van kunst. En daar zijn natuurlijk verschillende gradaties in. Openbare ruimte, daar kun je iets in zetten. Kunst in de openbare ruimte. Openbare ruimte kun je opleuken. Kunst van de openbare ruimte. Maar kunst kan natuurlijk zelf iets in die openbare ruimte doen, waardoor die openbare ruimte getransformeerd wordt en verandert. Kunst als openbare ruimte. De grote vraag is natuurlijk, wat betekent dat voor jou? Jij wordt een kunstenaar en je moet uiteindelijk, zeg maar, als je opleiding gedaan hebt, moet je de grote wereld in. Nou, die grote wereld die bestaat niet daar, die is al lang in die opleiding verdisconteerd. Dus het gaat erom dat je al tijdens je opleiding je verbindt met netwerken en probeert in die netwerken je werk langzaam te ontwikkelen om te kijken waar precies jouw specialiteit of jouw expertise of misschien wel jouw genialiteit ligt. Dus de vraag die gesteld wordt aan je is, hoe sta jij in die wereld? En dat is een vraag die je eigenlijk voor jezelf zou moeten beantwoorden.